esse era o Imerna, beleza? Ze noemen me Boyle. Ik ben op Curaçao geboren. Ik begin te knippen vanaf ik 14 was. Ja, op Curaçao. Maar die tijd was afro. Die afro, afro, Boyle afro. Ja, ik had een grote afro. Tot hier. Met drie vlechten. Vlechten. Deze van nu. Dat is voorbij. Ik knip hier in het huis. Ik woon ook hier met mijn gezin. Mijn vrouw en mijn twee kinderen en mijn kleinkind. Wanneer hij bij mij komt, hij zegt tegen mij: opa, wat is hij? Ben je? Wat is hij? Wat is hij? Net als ze op straat zeggen: ben je wel? Hij zegt tegen mij, wat is hij? Altijd. Iedereen kent hier het abonneer. Nou, meestal komen ze en ze vragen mij, heb je tijd om me te knippen? Ik zeg ja, kom maar naar binnen. Hé, hey, Paulo. Montari. Montari, goedemorgen. Ja, wanneer ze willen, vragen ze me aan mij om die snort mooi te maken en ook die wenkbrauw. Kijk aan die wenkbrauw als ze niet te. Ze zeggen dat het niet te veel te brush wordt. Dan maak ik gewoon glad. Bij iemand die knipt, hoort hij van alles. Als een probleem thuis zijn, komen ze hier vertellen. Als ze op werk een probleem heeft, vertel ze hier. Ja, alles van alles hoor je hier. Een keer was het na 12 uur, na nieuwjaar. Een jongen ging een pagara aan doen. En die vuur had zijn vlechten afgenomen. Hij had drie vlechten afgenomen. Laten we zeggen, nieuwjaar, om 2:30 was hij aan het knippen. Iedereen is op een feest, ik ben aan het knippen. Dat is gewoon mijn hobby, no? Dat is mijn hobby. Nee, ik ben blij. Met mijn leven, ik ben blij. Ik ben hier. Zoals ik zeg. Ik ben hier om altijd te knippen. Niks meer.